machine zitten erbij, alles erop en eraan. Ik heb ervoor betaald, joe, toppie. Maar dat was dus niet zo. En daar was het even misgaan dat ik zo zat van, yo, waarom duurt het zo lang voordat ik mijn merging game krijg? En toen sprak ik dus de minister van Infrastructuur. En die zei, nou ja, het enige wat jij dan nu nog nodig hebt, zijn je machines. En ik had zoiets van, oh my god, really? Yo kijker, is van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mytopia. Heb jij er vandaag zin in? Klik alvast even op dat duimpje omhoog bij nieuw abonneer. Welkom. Vandaag geen roleplay, dat gaat morgen gewoon weer verder. Maar vandaag moeten we eventjes een andere Mytopia video maken. En dan met name over de freaking merchandise. Want ja mensen, ik weet het, die is nog steeds niet aanwezig. En dat is deels mijn fout en deels ook niet. En het maakt verder niet zo heel veel uit. Hoe en wat allemaal, want het stelt letterlijk helemaal niks voor. Het is een geen medicop dat in mijn gebouw kappa. Het is letterlijk miscommunicatie geweest, waardoor het allemaal nog niet op gang is gezet. Maar waar we het dus over gaan hebben is mensen, binnenkort komt er dus een game. Dus mijn mooie Duffy hoofd, op ieder geval, mocht je hem mooi vinden. Ik vind hem fantastisch, want het is echt dat je denkt van, wie wil er met zo'n hoofd rondlopen? Oh wacht, daar ben ik. Dan komt natuurlijk ook mijn pop in game, Duffy pop. En ik heb hier ook nog een andere Duffy pop. Alleen ik weet niet welke in-game komt, of de enchant komt of de non-enchant, misschien ook wel allebei. Ik heb werkelijk waar geen idee. Die zullen dan in ieder geval komen. Natuurlijk een Duffy Games shirt die ik natuurlijk aan kan hebben. Ik zal hem ook even zelf aantrekken, want kijk, oh, dat is zo mooi, mensen. Dat is zo prachtig. Dat is toch zo prachtig. In ieder geval dat. En wat natuurlijk ook dan in-game komt, is natuurlijk meteen de Duffy Games rugzak. Natuurlijk een mooie rugzak met DG. Oké, ik zal hem ook even demonstreren, oké? Ik zal hem even demonstreren, het. Oh, kijk nou mensen, die mooie Duffy Games rugzak op de rug, prachtig. Dat is in ieder geval, komt dan ook. En natuurlijk ook het Duffy Games zwaard, wat natuurlijk in-game gaat komen. Zou we hier iemand hebben van de gemeente? Hallo? Wat is hier aan de hand, meneer? Kan ik zo'n shirt kopen? Nog niet. Soon wel. Spijtig. Ja, sorry. Voor de mensen, dit lijkt echt heel erg op een hele slechte... dankjewel. Dit lijkt echt op een hele slechte commercial of ingehuurd persoon... wat dan precies na een bepaalde tijd hier naartoe gelopen komt. Maar ik kan jullie met 100% zekerheid en garantie zeggen... dat dit puur random was dat deze man hier naartoe komt... en receptiegemeente downtown dat hij hier komt en hier om kon vragen. Ik moet zeggen, het is perfect, alleen... What the fuck, dit is genius, maar goed. Wat dan in ieder geval allemaal in game komt, is ook dit zwaard. Dit zwaard is natuurlijk wel super vet. Natuurlijk een DG, zo kijk, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Kan je hier mensen mee vermoorden, vraag je je misschien af. Ik noem het een schuimend zwaard, van schuim. Dus ik denk niet dat het scherp genoeg is. Maar in ieder geval, dat komt er ook aan. Maar dat weet je natuurlijk in ieder geval, dat er aankomt. Want jullie hebben het natuurlijk eerder gezien. Maar wat dus het probleem in dit geval was, is dus zo van, ik heb mijn KVK. Ik heb mijn gebouw. Ik heb mijn fabriek. Mijn kleding is, om zo maar te zeggen, in het textpack aanwezig. Wat is dan het probleem, vragen we misschien af? De freaking machines. Wij moeten daarvoor naar de minister van Infrastructuur. Wacht, ik ga het even aan hem vragen. Wacht, yo. Waar is de minister Infra? Infra of het gebouw? We moeten in ieder geval naartoe. Omdat wij dus een aanvraag moeten doen. Terwijl we trouwens even die rugzak af kunnen doen. Zo, hoppatee. Voor machines. In ieder geval drukmachines. Maar wij die dus niet hebben. Wij moeten hem volgen. Dus wij gaan hem ook gewoon braaf volgen wat dat betreft. Wacht eens even de koorts zoeken. Is goed. We moeten er even op wachten mensen denk ik dan maar. Maar ik denk van we kunnen ook gewoon rennen. 1 seconde. Sure. Ik wacht wel even die seconde. Ik ga hem dus even hier staan. Maar wat wij dus moeten doen is. Wij moeten dus... een machineaanvraag gaan inleveren of in ieder geval gaan verzoeken bij de minister van Infrastructuur. Zodat wij op dat moment dus de bevoegdheid krijgen om machines te krijgen in mijn fabriek natuurlijk in de Kaap. En vanuit daar kunnen wij dan ervoor gaan zorgen dat er dus elke week een bepaalde lading kleding komt. In mijn opslag of in mijn gebouw, hoe ik het ook maar moet vernoemen. En op dat moment ben ik bevoegd om het te gaan verkopen. Want ik heb dus mijn KVK, ik heb mijn fabriek, ik heb mijn winkel, ik heb alles erop en eraan. Het enige wat ik dus niet heb zijn dus de machines. En daar is ook hele miscommunicatie van. Ik dacht namelijk dat ik die al lang had. Ik dacht, joh, mijn fabriek staat er, machines zitten erbij, alles erop en eraan. Ik heb ervoor betaald, joe, toppie. Maar dat was dus niet zo. En daar was het even misgaan dat ik zo zat van, joh, waarom duurt het zo lang voordat ik mijn merging game krijg? En toen sprak ik dus de minister van Infrastructuur. En die zei, nou ja, het enige wat jij dan nu nog nodig hebt, zijn je machines. En ik had zoiets van, oh my god, really? Zit ik daar heel de tijd op te wachten? Of voor jullie die het zich afvragen, ja, daar zit ik dus heel de tijd op te wachten. Ik zo zeg van, yo, what the fuck is alles? Oh, we hebben hier infrastructuur. Toppie. Dankjewel. Hoppatee. Oké dan.
Dat is toch fijn zo iemand. Informatiebordjes staan achter in het gebouw. Goed, hier moet hij in ieder geval zijn om dingen in te leveren. Wat is dit? Dit is een... Ja, nee, dat snap ik. Dat is oké, okay, tuurlijk. Ben ik er niet, spreek me aan op Teamspeak. Oké, okay, nou ja, dat geloof ik ook allemaal best. Brievenbus sollicitaties. Nee, ik ben geen bouwer. Graafmachine, ja, oké, okay, hartstikke. Dat ziet er wel cool uit, moet ik zeggen. Maar goed, dat doet ook verder niet toe. Het is niet de bedoeling dat er spoedvragen worden gedropt. In de brievenbus van minister worden niet behandeld. Oké, okay, Mr. Infra. Oké, okay, bouwleider, director. Oké, okay, volgens mij moet ik sowieso gewoon instant bij ninjas zijn. Maar ik moet even kijken. Gokmachine aanvraag. Nope, I don't need that one. Spoedaanvraag. Yeah, not really, I guess. Mensen voor die zich afvragen, ik ben hier ook voor de eerste. Oké, okay, ik moet ook even alles ontdekken hoe dit hier allemaal werkt. Dit is gokmachine aanvraag. Dit is geen toegang voor onbevoegden. Nee, oké, okay, dat is logisch. En hier zit verder ook niks. Oké, okay, dan moet ik denk ik iets bij die spoedaanvraag of zoiets. Iets in ieder geval gaan invullen. We moeten maar even gewoon gaan lezen wat dan ook allemaal. Spoedaanvraag, informatie. Een spoedaanvraag kan je hier vragen bij Mr. Winfra. Je kan ook geen spoedaanvraag doen als je een... Dan doe je een aanvraag. Dat lijkt me logisch. Had gedaan, desbetreffende de stad als je vragen. Doe dan als je startbedrag 50 jaar betalen. Wow, moet ik van boven naar onder lezen of van links naar rechts? Wacht eventjes. Een spoedaanvraag kan je alleen hier aanvragen bij de minister Infra. Oké. Okay. Ook kan je geen spoedaanvraag doen als je al een aanvraag hebt gedaan in de desbetreffende stad. Als je een aanvraag doet, moet je als startbedrag 50.000 betalen. Dit is een afzonderlijk bedrag. Daarnaast moet je ook een toeslag betalen van 50% op je bouwaanvraag. Voordelen 1. Twee keer zo snel bouwen in de real life server. Oké. Okay. Dit gebouw heeft ook sneller op gang gemaakt. Spoedaanvragen, blijf geldig niet herinneren te gaan slaan. Maak het boekje met de eisen, dan kan je minister contacteren. Username, plot, stad, budget, categorie, omschrijving. Well, hello there. We moeten terug naar ons gebouw toe. Omdat ik niet weet welk plotnummer we hebben. Maar we moeten dus even, denk ik... Ik denk niet dat wij iets met die spoedaanvraag te maken hebben. Ik zet denk ik er wel in van... Yo, what up, spoedaanvraag. Maar we moeten dus even... Trouwens, waar heb ik mijn heli? Hier, dat gaat veel sneller. We moeten dus eventjes gaan aanvragen dat wij... Oh, wacht, natuurlijk het plot in de Kaap. Oh, nee. En die durf ik echt niet uit mijn hoofd te zeggen. Oh... Oké, okay, in dat geval, wacht, we gaan gewoon even alvast wat verzamelen. Wat we dan gewoon gaan doen is als volgt. We gaan alvast het boekje maken en dan het desbetreffende plot vullen wij dan, I guess, later in. Zou dat mogen, zou dat kunnen? Heb ik me aanvraag? Ja, dat moet ik denken, ja. Ja, of ja, oh my god, mens, dit is iets, hier was ik oprecht niet op voorbereid. Natuurlijk, het is zo fucking logisch dat je gewoon... Je shit voor elkaar moet hebben als je een aanvraag gaat doen. Like, yo, what up, Duffy? Misschien moet je je plot weten voor een fabriek als jij daar jouw machines wil hebben. Maar ja, dat zou wel handig kunnen zijn. Wat is je plot dan? Weet ik niet. Wat we dus nou moeten doen, mensen, we moeten eerst helemaal terug naar fucking Topia. Dan moeten wij gaan kijken of ik daar ieder voor iets van het plotnummer weet te vinden. En vanuit daar weer door te kunnen gaan. Wat ik zei, als ik het allemaal niet heb, dan maak ik gewoon het boekje wel en dan doe ik het plotnummer later aan toevoegen of iets. Maar dit is alles behalve handig. God dang it. Mensen, als we hier nu toch zijn, we kunnen net zo goed maar een kleine Mytopia lifehack tussendoor gooien. Mocht je in Cosmopolitan zijn en je wil naar Mytopia toe, ga in de helikopter van de Hill. Ja, je gaat zo van hoppatee. Ik zei, je gaat zo van hoppatee. We gooien even een frietje erop. Pak het frietje eraf. En hoppatee. Dan ben je dus in de Hill. Kijk, oh prachtig, de Hill. Is er iemand? Nee, er zijn mensen langs. Dat is de Godfather is langs, de burgemeester. Oké, okay, dan ben je dus in de Hill. Wat je dan doet is, je gaat terug hier naartoe. Gooi even een frietje erop, want dat werkt gewoon af en toe. Dan pak je die. Oh, dan pak je hem op. Ga je eroverheen. Ik zei, je gaat eroverheen. En... Tadaa! Je staat bij de Mytopia Portal. Ja, voor de mensen die het niet wisten. Hey, een kleine lifehack van Duffy. Speciaal voor jullie, oké? Okay? Gewoon een kleine lifehack voor jullie, dames en mij. Van, yo, zo kan je dat doen en hoppatee. Wat wij nu moeten gaan doen, mensen, is we moeten even in mijn... Dat klinkt zo soer, hè? We moeten in mijn archief gaan kijken. En we moeten dus in ieder geval nu naar mijn huis toe. We moeten in... Ja, in mijn kelder. I guess dat ik daar ergens een boekje heb liggen. Moeten wij gaan zoeken naar letterlijk het plotnummer van mijn fabriek in de Kaap. Weet ik hem hier niet te vinden, moet ik naar de Kaap toe, moet ik mijn plot gaan bekijken, moet ik dan alles doen. Dus dat is iets waar ik totaal geen zin in heb. Dus ik hoop echt dat ik het boekje hier ergens heb liggen. En zo niet heb ik echt oprecht een probleem. We doen gewoon even lekker zo, hoppatee. Oh, ik zei hoppatee. Waar zeg ik mijn lui? Ik wil
Ik spring er gewoon uit. Oké, open die deur met mijn duffie hoofd. Wat hebben we hier? Bonnetje, plot. Is het in mijn plot? Come on. Aangetroffen items, plot dus David. Ik weet niet wat dit is. Geen idee. Dit is ook iets van Elias, heb ik ook niet nodig. Nou, zo zie je maar weer mensen. Mijn administratie ligt lekker op on point. Ik heb dus blijkbaar een boekje in liggen met... I don't know, wat niet eens van mij is, maar het zal allemaal wel. Het zal misschien wel van mij zijn. Ik weet niet hoe ik er anders aan kom, maar dat ligt in ieder geval daar. Welkom in mijn archief. Dat hier is. Kaapvergunning. Of, oh nee, kapvergunning. Ik wou zeggen kaap. Nee, dat is heel lang. Dit is allemaal heel lang terug. Rekening. Nee. Plotrel. Nee. Nee. Vergunning. Nee, de dropveter. Plot. Nee. Sloopvergunning. Bouwvergunning. Ja, die geloof ik dat ik allemaal wel heb, ja. Plotbewijzen. Nee. Overdracht, vergunning. Nee, dat is ook waarschijnlijk niet. Voor Duffy, dankjewel. ja, mensen. Dit is dus het moment waarbij Duffy zo zegt van... Ruim alles nog eens netjes op in breaking 1. Er zit ook verder niks in. Portalboekje, nee. Oh, wait a second. Plot, inspectiekabel, loon. Wacht, hebben we hem hier? Inspectiekabel, enkele voorwaarden, aankoop, voorwaarden, bla, gemeentewerkboek. 20.000 op het plot willen staan. De kaapgrond gemachtigd. Toelichting, datum, koop. Eigenaar, plot, plotnummer. Juist, we hebben hem. 2203. Goed, die had ik dus nodig voor ons boekje. Dan gaan we dan maar weer terug naar Downton. Of in ieder geval, ik ga terug naar Downton. Ik zou jullie niet aandoen om jullie helemaal mee naartoe te nemen. Maar wat ik in ieder geval ga doen, is ik ga daar een aanvraag indienen om kledingmachines aan te vragen. Ik weet niet of dat daar in moet, maar ik ga ervan uit dat het daar moet. Want hier gaat de infrastructuur over. En vanuit daar zal ik dan vast wel bericht horen hoe en wat van... Yo, het is goedgekeurd, we doen het niet, we doen het wel, je krijgt het wel of niet. En aan de hand daarvan, mensen, kunnen wij bezig gaan met uiteindelijk dan de verkoop van mijn kleding. Of voor de mensen die paniek krijgen van Duff, weet je het heel zeker dat het kan. Ja, ik heb mijn KVK en alles gewoon netjes voor elkaar, dus dat hoeft geen enkel probleem te zijn. Voor nu, mensen, bedank ik jullie enorm voor het kijken. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes dat duimpje omhoog aan te klikken. Ben je nieuw, abonneer, welkom. En mensen... Tot de volgende keer.